Goedemiddag, heel hartelijk welkom bij ons webinar Smering in elektromotor. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met het NVDO, waarvan we heel erg dankbaar zijn dat we van die gelegenheid gebruik mogen maken. Ik wilde eerst even vertellen hoe ons programma werkt. Ons webinarprogramma is zo ingesteld dat u eigenlijk vrijwel anoniem aanwezig bent. U kunt mij wel zien, ik u niet. Er is wel een mogelijkheid om met elkaar te communiceren. Aan de rechterkant van uw scherm ziet u een chatfunctie. Dus als er tijdens deze sessie vragen zijn, stel ze gerust. Ik zie ze live binnenkomen en dan zal ik ze zo goed mogelijk zien te beantwoorden. Tijdens deze sessie zal ik zelf ook af en toe een multiple choice vraag stellen, om te kijken of ik wel duidelijk genoeg ben. En deze sessie is achteraf altijd nog een keer terug te kijken. U krijgt daar ook een link voor toegestuurd. En dan kunt u hem bekijken op een tijdstip dat het u uitkomt. Dan is ook de chatfunctie nog intact. Enkel krijg ik dan de vraag in mijn mailbox. Dus het zal er iets langer duren eer de vragen beantwoord worden. Ik ga nu over om mezelf eens voor te stellen, want dat is wel net zo netjes. Dan wissel ik heel even van scherm. We gaan het over de smering van de elektromotoren hebben, dat had ik beloofd. Eerst even een klein opmerking, want waarom is nou goed smeertechnisch onderhoud nodig? Even twee sheets. Er is een grondig onderzoek geweest. En dan zie je uiteindelijk dat smering de belangrijkste oorzaak is bij ongewenste storingen. Daarop volgend lagers, etcetera, etcetera. Dus in smering valt nog het een en ander te verdienen. Nog een onderzoek. Wat is er dan met die smering precies aan de hand? De hoofdoorzaak, contaminatie van het smeermiddel. Dus smeermiddelen door elkaar heen gebruiken. Het verkeerde smeermiddel. Vervuiling, dus niet rein werken. Dat zijn dus de hoofdoorzaken in het smeergebied. Maar goed, we gaan gauw starten. Ik zal me voorstellen, had ik beloofd. Mijn naam is Kees Oskam. Inmiddels 56 jaar jong of oud, net hoe je het uitschuilt. Gelukkig getrouwd met Mieke. Trotse vader van twee zonen, Corné en Niek. Woonachtig in Nijkerk. En mijn functie binnen Van Meeuwen is trainer consultant. Ik zie even kijken, een vraag binnenkomen. Ik zie geen sheets, zwart beeld. Ik denk dat er dan iets bij u aan de hand is. De rest heeft er volgens mij geen last van. Als dat niet opgelost wordt, meld het me nog een keer. Maar als het goed is. Ja, ik zie al andere reacties binnenkomen dat het werkt prima. Dus degene die dat meldt, ik zie geen sheets. Ik zie de sheets wel. Dus ik krijg van iedereen eigenlijk wel terugkoppeling dat ze de sheets wel zien. Dus misschien dat er bij u met de instellingen iets niet helemaal gaat. Maar misschien het scherm even verversen. Ik ga nog even door. Ik heb hier een sheet erin geplakt. Wat werkervaringen van mijzelf. Aan de rechterkant wat trainingen, opleidingen die ik doorlopen heb op mijn vakgebied. En natuurlijk de samenwerking met het NVDO op opleidingsgebied. In oktober hoop ik daar ook aanwezig te zijn om een training over tribologie, over smering te mogen geven. Waarbij u allen hartelijk uitgenodigd zijn. Heel even kort, Van Meeuwen, wat is het ook alweer? Oud familiebedrijf, wat inmiddels al 86 jaar bestaat. Het is ooit opgericht in 1934 door Han van Meeuwen. Dat is op de zwart-wit foto de tweede man van voren. In 1978 nam zijn zoon Frank van Meeuwen de zaak over. Dat is de man op de kleurenfoto met de stropdas. En naast hem staat Rogier van Meeuwen, die sinds 2018 de zaak over heeft genomen van Frank. We mogen zeggen dat we uitgegroeid zijn tot een specialist, zowel in voet als in industrie. We hebben ook nog een uitgebreid smeertechnisch servicepakket. Dat houdt onder andere in ja, eigenlijk alles wat met smering te maken heeft. Dan kunnen we leveren. Dus of het nou middelen zijn
Of mensen. Ik heb ook nog een heleboel collega's in de Benelux die bij onze klanten de machines mogen vertroetelen op smeertechnisch gebied. Automatisering. Bedenk het maar. We zijn ook nog in bezit van verschillende certificeringen. En onze missie, onze visie is uiteindelijk dagelijks in gesprek zijn met onze klanten om continu te verbeteren. En zodoende ongewenste stilstanden te voorkomen. Maar goed, we gaan gauw starten. Elektromotoren. Ik wou eerst heel kort even doornemen, hoe werkt nou zo'n ding eigenlijk? Nou ja, de werking van een elektromotor, dat is uiteindelijk gebaseerd op elektromagnetisme. En de motor die bestaat uit een stator en een rotor, die in de stator kan draaien. En van deze twee is er in elk geval één uitgevoerd als elektromagneet. Afhankelijk van het type motor kan de ander uitgevoerd zijn als permanent magneet, elektromagneet of slechts een magnetisch materiaal gemaakt zijn. En door de krachtwerking van magnetische polen op elkaar of door inductiewerking gaat de rotor draaien. De stator, dat is het stilstaande gedeelte van een elektromotor of generator worden ze ook wel genoemd. En de stator kan zijn een permanente magneet of een elektromagneet bestaande uit een weekijzeren kern met daaromheen de wikkelingen voor het opwekken van het magnetisch veld. De rotor, wat ik al eerder zei, of ook wel het anker genoemd van een elektromotor of generator, is het ronddraaiende deel. En afhankelijk van het type elektromotor heeft de rotor een verschillende opbouw. Zo worden er voor inductiemotoren, ook wel asynchrone motoren genoemd, kooiankers gebruikt. Terwijl er voor synchrone motoren of gelijkstroommotoren rotorwikkeling aanwezig moeten zijn. Ik heb dit even heel globaal geschetst over de werking van een elektromotor. En het ontwerp van een elektromotor dat is vaak gebaseerd op het gebruik van een flexibele koppeling, zoals een V-snaar, met de aan te drijven toepassing. Elektromotoren worden echter ook vaak op een directe wijze gekoppeld aan een machinetoepassing. En hierdoor worden de lagers in de motoren ook direct belast met axiale of radiale krachten. Het komt vaak voor dat deze belasting groter is dan de belasting waarop de motorlagering is berekend. Dat zien we veel in de praktijk gebeuren. Het is dus van een groot belang dat er voor een elektromotor wordt gekozen met de juiste lagers. En de plaatsing van de elektromotor is ook van essentieel belang. De lagers in een verticaal geplaatste motor hebben met hele andere krachten te maken dan horizontaal geplaatste elektromotoren. Daar kom ik zo nog op terug. Want in de meeste gevallen wordt een elektromotor standaard geleverd met een lager dat is ontwikkeld voor het vermogen van de motor. En sommige toepassingen vragen om bijzondere lagertypes. In deze gevallen moet er een ander lager gemonteerd worden. Tot nu toe allemaal logisch en te volgen, hoop ik. Ik zie wel wat wij in de praktijk nog wel eens tegenkomen. Een standaard elektromotor wordt op een machine gezet en die is uitgerekend op een bepaald toerental. En dan gaan we door de productiedruk, gaan we de machines wat opvoeren en dan gaan we ze wat harder laten draaien. En dan beginnen er meestal de problemen. Vandaar dat ik even globaal dit soort dingetjes even toch onder de aandacht wil brengen. Juiste apparaat op de juiste plek voor de juiste toepassing. Als je de levensduur van een lager wil berekenen, dan moet er worden uitgegaan van de totale axiale en of radiale belasting. En in combinatie met het toerental en de lagerconstructie van de elektromotor. En de levensduur van lagers die door vet gesmeerd worden, is afhankelijk van de volgende factoren. Het type lager dat wordt gebruikt in de elektromotor. De axiale en of radiale belasting van de toegepaste lager. De kwaliteit van het gebruikte lagervet, de temperaturen van het lager en het lagervet, de omtreksnelheid van het toegepaste lager, dat is onder andere afhankelijk van het toerental van de elektromotor, en de omstandigheden waarin het lager moet functioneren. Denk hierbij aan vocht, verontreiniging, trillingen, etc. De meeste elektromotoren die worden standaard geleverd met kogellagers. Vaak gaat het dan ook om C3-lagers, zodat er altijd ruimte is voor de juiste axiale of radiale speling. Cilinderlagers,
Die worden toegepast als er sprake is van een te hoge radiale belasting aan de aandrijfzijde. En cilinderlagers die kunnen dus veel grotere krachten beter verwerken dan kogellagers, maar hebben echter ook een nadeel. Ze moeten namelijk twee keer zo vaak worden nagesmeerd als de kogellagers. Dus als wij met een elektromotor aan het werk zijn, ja, het nadeel is, die lagers die zitten allemaal verpakt in een huis en we zien er niks aan. Maar we moeten dus weten, als we die dingen gaan nasmeren, wat voor type lager zit er nu in? Want hier zie je al een kogellager of een cilinderlager, daar zit een verschil in qua smering. Die C3-lagers, ja, dat zijn lagers die hebben een bepaalde speling. Hoe monteren we die? Monteren we die met de hamer, zoals ik onderweg ook nog wel eens zie, en dan doet het me technisch hart een beetje zeer. Dan hebben we die speling weggeslagen en dan is er ook geen ruimte meer voor vet. Dus ook smeren is een vak apart, maar lagering is zeker ook een vak apart. En er zijn natuurlijk ook nog motoren die kunnen worden uitgeleverd met een ander type lagers. Denk hier bijvoorbeeld aan nu-lagers of elektrisch geïsoleerde lagers. Daar kom ik straks nog op terug. We hebben tegenwoordig het fenomeen van stroomdoorgang, stroomdoorslag door de lagers. Ja, en dan zijn dit soort type lagers noodzakelijk. Bij elektromotoren met hogere toerentallen en grote lagers hebben we vaak te maken met relatief hoge omtreksnelheden. En het smeervet krijgt daardoor een hogere mechanische belasting te verduren. Het gevolg hiervan is dat door vermaling de zeepstructuur van het vet sneller achteruit gaat. Ook is de opstelling van de elektromotor van invloed op de levensduur van het smeervet. Hier heb je hem weer, wordt de motor geplaatst in een verticale opstelling, dan wordt de levensduur ten opzichte van een horizontaal opgestelde motor gehalveerd. Dat is een gegeven. En daarbij hebben ook externe trillingen invloed op de levensduur, omdat het smeervet door trillingen olie kan gaan afscheiden. En dat wordt ook wel bleeding genoemd. Dus vet moet altijd een beetje bloeden. Maar als er een hele plas olie onder je motor ligt, dan moet je eens gaan nadenken, wat is hier aan de hand? Daar kom ik straks nog op terug. We zijn toch lekker bezig en ik wou ook even kijken of iedereen ook nog leuk meedoet. Ik zal even, had ik beloofd, een vraag ertussendoor te doen. Ik zal er eens even eentje naar boven zien te krijgen. En die verschijnt als goed is onderaan uw scherm. De elektromotor, waar bestond die uit? Dat zijn eigenlijk maar hele makkelijke vraagjes, als het goed is. Maar goed, het is toch wel leuk om dat af en toe even ertussendoor te doen. Zo zie ik dan ook dat iedereen nog actief is. Ja, het is de rotor en de stator, hè? Dat was het antwoord. En dan daarop volgend, want dat heb ik ook een paar keer gezegd, van welk type kogellager wordt nou vaak gemonteerd in een elektromotor? Ik heb het net het voorgaande plaatje eigenlijk al gezegd, hè. Leuk dat iedereen meedoet. Ik zie de antwoorden ook allemaal binnenstromen. Er zitten mensen altijd bij die zeggen, pam, die hebben het helemaal druk voor ogen. Maar het is inderdaad dat C3-lager. Leuk dat jullie meedoen. Dan gaan we nog even door. De levensduur van lagers in elektromotoren wordt niet alleen beïnvloed door de ontwikkelingen van warmte in het lager zelf, maar ook door de warmteontwikkeling in de elektromotor. Ook de warmte die wordt geproduceerd door de aangedreven toepassing kan invloed hebben op het lager. Deze warmte kan worden overgedragen door de motoras naar het lager. En hierbij is het belangrijkste om te weten dat bijvoorbeeld een tweepolige elektromotor tot 3000 toeren meer warmte produceert dan een meerpolige motor tussen de 1500 en 1000 toeren. Ik zie dat er een vraag binnenkomt, en direct een hele goede vraag. Op welke statistieken is de levensduur van een verticale positie ten opzichte van een horizontale positie halvering gebaseerd? Nou ja, er zijn berekeningen op losgelaten
En de praktijk wijst het ook uit. Als je een elektromotor horizontaal plaatst, dan heb je een hele andere krachtverdeling als dat je hem verticaal plaatst. Dan komt er op dat lager en op de motor zelf een hele andere krachtinspanning. En dat resulteert dus in die halvering. Ik hoop dat ik je dit voldoende zo heb beantwoord. Maar dat heeft zuiver met de aantrekkingskracht van de aarde, de andere krachten die erop komen te staan. Daar heeft het mee te maken. Natuurlijk, en dat gebeurt natuurlijk, hele goede opmerking van je, dat gebeurt bij standaard lagers. Natuurlijk zijn er ook speciaal lagers in de handel en daar kan je dat mee voorkomen. Maar mijn verhaal is gebaseerd in het algemeen, wat zien we nou in de praktijk heel vaak gebeuren. En dat is dit. Nog een opmerking. Neemt aan dat bij bepaald gewicht hoekcontactlagers vaker voorkomen. Dat klopt, helemaal. Volgens mij zit je in de elektromotoren. We gaan nog even door. Ook zorgt de toepassing van bijvoorbeeld frequentieregelaars ervoor dat het verlies in de rotor groter is. Waardoor er ook meer warmte wordt ontwikkeld door de elektromotor. En dit komt doordat de elektromotor langzamer draait en de koelwaaier daardoor minder koeling verzorgt. Uiteraard hebben de koeleigenschappen van de motor het meeste invloed op de bedrijfstemperatuur. Ik heb het met een thermografische camera proberen in beeld te brengen. Linker foto of linker plaatje. Dan zie je uiteindelijk dat de waaier enorm goed zijn best doet. En dat de waaier koeling veroorzaakt langs de koelribben. Dus het is, als je dit ook bekijkt, heel belangrijk om die koelribben schoon te houden. Rein te houden. Zodat die koeling ook zijn werk kan doen. Dat de ventilatorzijde ook schoon wordt gehouden. Want anders hebben we eigenlijk heel ondeugend gezegd zelf voor gezorgd dat er een enorme warmteontwikkeling gaat plaatsvinden. Een plaatje daarnaast zie je waar ontstaat nou eigenlijk het eerste die warmteontwikkeling. En dat zie je aan beide zijden. Daar gebeurt het. Open lagers. Er worden zelden elektromotoren geleverd met een open lager. Wat ik wel in de praktijk zie, dat we er zelf heel innovatief mee bezig zijn om een open lager te creëren. En dan pakken we gewoon een lager en dan halen we het afdichtingsschildje vanaf. En dan hebben we een open lager. En als ik dan wel eens vraag, waarom doe je dat nou? Ja, dat deed mijn voorganger ook zo. Dus we doen ook een heleboel dingen die we zo geleerd hebben, maar dat we ook wel eens af mogen vragen, is dat nou de juiste? Want uit een open lager, als ik die na ga smeren, heb ik uiteindelijk de deur opengezet dat het smeermiddel ook weer eruit kan lopen. Hoe dan ook. In het geval van een open lager is het van belang om regelmatig het vet aan te vullen of te vervangen. De hoeveelheid vet heeft daarbij invloed op de bedrijfstemperatuur. Te veel vet kan zorgen voor meer warmteontwikkeling, vooral bij hogere toerentallen. Vroeger zeiden we, ja joh, hoe vetter de better. Nou ja, dat is dus niet. Hè? Als je weet dat er wereldwijd meer lagers kapot lopen door te veel oversmering, of dat er kapot lopen op ondersmering, dan zegt dat denk ik genoeg. En dat je lagers kapot kan smeren, nou, dat blijkt door overal te veel. Ik denk, ik hou het altijd heel praktisch. Als we te veel eten, dan heeft dat ook gevolgen. Dan voelen we ons niet zo lekker en desnoods moeten we braken, dat moet eruit. Nou ja, en dat gaat een lager ook proberen. Hè? Maar wat is dan de juiste hoeveelheid? Ja, en dat verschilt per toepassing. Maar over het algemeen kan worden gesteld dat het lager en de vrije ruimte in het lagerhuis tussen de 30% en 50% gedeeltelijk met vet moet worden afgevuld. De levensduur en belasting van lagers in elektromotoren zijn van heel veel factoren afhankelijk. Zoals we hiervoor al hebben gelezen of mee hebben gelezen. En dat zijn echter algemene factoren. De werkelijke belasting van een lager is per situatie verschillend. Er kunnen ook elektromotoren geleverd worden met lage constructies die speciaal zijn samengesteld voor die toepassing. Dus ook bij die verticale kan er dus een speciaal lager ingezet worden. En dan hebben we het fenomeen
de kop ingedrukt. Maar wat wij zien, dat er heel veel, misschien nog ineens uit onkunde, maar wel uit prijs wordt gekozen voor een standaardlager. En dan heb je die gevolgen. De meeste elektromotoren zijn voorzien van vetgesmeerde lagers. We hebben uiteindelijk een paar types. Hè. De kleinere elektromotoren hebben geen smeernippel, zit een levensduurlager in, kunnen niet nagesmeerd worden. Je hebt elektromotoren die zijn voorzien van een smeernippel en een vetuitlooppijpje aan de onderkant. Uitgevoerd of met een klep of zonder klep. Dus als ik de inhoud van het vet in het lager ga vernieuwen, dus bij elke slag dat ik vet doorpompt, zie ik dan het vet uit de onderkant, van de zijkant, eruit komen. Die klep die moet natuurlijk, als die uitgevoerd is met zo'n klep, wel geopend staan, want anders kan het vet niet weg. En na het smeren moet die klep wel weer dicht worden gezet, want anders blijft de deur weer open staan, want dan zal het vet weer weglopen. En je hebt natuurlijk ook elektromotoren, die hebben die uitloopmogelijkheid niet, maar die hebben uiteindelijk in de schilden een soort voorraadkamer. En elke keer als ik dus dat lager nasmeer, komt het oude overtollige vet in dat voorraadkamertje terecht. Nou, en dat is gebaseerd op een aantal periodes. En na die periodes moet dat schild dan gedemonteerd worden en dat voorraadkamertje gereinigd worden en weer teruggeplaatst worden. En doen we het niet, dan zal ik u straks een paar foto's laten zien wat er dan gebeurt. Vet, kunnen we eigenlijk zeggen, is eigenlijk het levensbloed van de lagers. He, aangezien het een oliefilm creëert die metaal op metaal contact tussen de rollelementen en de lagerschaal moet voorkomen. Lagerproblemen zijn voor circa 50-65% verantwoordelijk voor de storingen bij elektromotoren. Slechte smering is hierbij voor een aanzienlijk deel de boosdoener. Daarbij valt dus te denken aan onder andere het verkeerde smeermiddel, contaminatie en onder- of juist oversmering. Goede preventieve onderhoudsprocedures en het gebruik van het juiste smeermiddel kunnen de storingfrequentie aanzienlijk laten dalen. Ik zie een opmerking tussenkomen van kan helaas geen beeld ontvangen. Komt er ook nog een link met hierin de opname van de webinar? Ja, zeer zeker. Die link die krijg je vandaag of morgen toegestuurd. En dan kan je hem nog een keer terugkijken. Jammer dat het je niet lukt om het beeld voor elkaar te krijgen. Maar er is een herkansing om hem nog een keer terug te kijken. Terug even naar dit plaatje. Ja, slechte smering, verkeerde. Wat we onderweg ook wel zien, wat ik al eerder zei. We gaan de machine wat opvoeren. We gaan de elektromotoren in toerental verhogen. En voldoet mijn vet dan nog? En daar wordt meestal geen rekening mee gehouden. En dan kan het zomaar zijn door het hogere toerental, meer warmteontwikkeling, dat het vet niet tegen die hitte kan en dat de verdikker, want een vet bestaat voor minimaal 75, maximaal 92% uit olie. En daar doen we een verdikkingsmiddel bij die de olie vasthoudt. En natuurlijk ook additivering. Maar we willen er natuurlijk voor zorgen dat die verdikker ook zijn taak kan blijven doen. Maar met alles is het zo, dat ik wil weten, wat voor basisolie zit eraan? Is dat een mineraal? Of is dat een synthetisch smeermiddel? En hoe heet die synthetische olie dan? Is dat een polyalfaolefine of een ester of een PAG? Noem maar op. En die hebben ook allemaal hun limieten qua warmteontwikkeling. En die verdikkers ook. Dus als ik een standaard verdikker pak, ja, die algemeen toepasbaar is, ja, die kan je bij lagere temperaturen enzovoort heel goed inzetten. Komt er water bij, stroomt die weg bijvoorbeeld. Maar bij wat hogere temperatuurontwikkeling zal dat misgaan. Dus de vetkeuze is heel erg belangrijk. Maar ook hoe vaak moet ik nou nasmeren met hoeveel? En daar kom ik straks nog op terug. De lagers in de elektromotoren hebben het soms heel zwaar te verduren. Het kan daarom gebeuren dat ze uitvallen. Lager uitvallen in elektromotoren kan veel redenen hebben. Maar in de meeste gevallen komt het door één van de volgende vijf oorzaken of een combinatie ervan. De eerste van de vijf, elektrische erosie.
Wanneer de stroom loopt door rollichamen of van de ene naar de andere ring loopt, kunnen er vlambogen optreden. Het gevolg daarvan is putcorrosie van de rollichamen en loopvlakken. Ook gaat de kwaliteit van het smeermiddel achteruit. En om dit te voorkomen dient er een elektrisch geïsoleerd lager te worden toegepast aan de niet aangedreven zijde. Bijvoorbeeld SKF heeft daar verschillende soorten van, maar je hebt natuurlijk veel meer lage boeren die daar voorbeelden van hebben. En je kan ook kiezen voor een hoogstaand elektrisch geleidend vet. En dat is beschikbaar waardoor de elektrische stroom via het vet wordt afgevoerd. Wat wil ik eigenlijk met dit verhaaltje vertellen? Door de komst van de frequentieregelaars hebben we heel veel voordelen gekregen. Ik weet nog wel, in het verleden hadden we een heel magazijn vol met allerlei soorten reductoren. Want elk lopend bandje en elk machientje had zijn eigen toerental en dat moest het dan voldoen. Met die frequentieregelaars zijn we veel flexibeler geworden. Echter, wat we in de praktijk tegenkomen. Ik zie daar een vraag. Wat is elektrische erosie? Hoe kun je het constateren? Daar kom ik op. Wat wij in de praktijk nog wel eens zien, is dat een elektromotor geplaatst is die niet geaard is, bijvoorbeeld. Dan zeg je, ja, dat doen we toch altijd? Ja, let op. Het gebeurt toch vaker dan je denkt. Door de komst van die frequentieregelaars is er onder een bepaald hertz, dat die langzamer gaat draaien, is de kans dat er bliksemschichten door je elektromotor heen vliegen. En die gaan dan door je lager heen. En die bliksemschichten, die zijn rond de 900 graden. En wat gebeurt er dan? Dan gaat jouw vet, je verdikker, die gaat de olie loslaten. En de olie zal wegstromen. En die verdikker, als je hem dan demonteert, dat is te herkennen aan een zwartachtige, teerachtige massa. Wat gebeurt er bij de elektrische stroomdoorslag? Dan gaan die metaal op metaal deeltjes, die gaan, want het wil aan elkaar gaan vastlassen. Maar goed, de elektromotor rijdt door, dus die las die scheurt ook weer los met alle gevolgen van dien. Gelukkig kan je een frequentieregelaar ook uitrusten met een filter, zodat dat niet kan ontstaan. Maar dat is weer een hogere prijs. Dus wat je uiteindelijk ziet, zeker wanneer gaat er geen elektrische erosie ontstaan? Als we metaal op metaal contact hebben. Maar dat willen we juist niet, hè? Want het smeermiddel is bedoeld om de loopvlakken te scheiden. En dat er geen metaal op metaal contact komt. Maar als we dus, dat noemen we in de vaktermen, hydrodynamische smering hebben bereikt. Dus volledige loopvlakscheiding. En er komt zo'n bliksemschicht aan. Vet is van origine niet elektrisch geleidend. Dus dan hebben we te maken met die stroomdoorslag. Ik zal straks ook een foto laten zien hoe je dat kan herkennen. Als je zo'n lager demonteert en je zaagt hem doormidden, dan zie je in de belaste zone een soort wasbord ontstaan. En daar is dat aan te herkennen. Optisch al, als je naar zo'n elektromotor kijkt en er ligt een plas olie onder, dan weet je al wat er aan de hand is. Dan heb je te maken met die elektrische stroomdoorslag, stroomdoorgang. Nog een oorzaak, slechte smering of vervuiling. Een oorzaak van lager uitval in elektromotoren kan ook zijn dat de smeerfilm tussen loopvlakken of rollichamen te dun is. Dus te weinig smering, dan komen we in het gemengde grenssmeergebied. Je hebt in het vakterm heb je drie soorten smeergebieden. Dat is hydrodynamisch, dat betekent volledige loopvlakscheiding. Te vergelijken eigenlijk met aquaplannen. Ik rijd 100 km per uur op de snelweg, er valt regen en tjoep, ik word opgelicht van het wegdek en ben los van het wegdek. Wat is er dan gebeurd? Het bandprofiel is opgevuld met water, de ruwheid van het wegdek is opgevuld met het water en er zit een laagje tussen. En dat noemen we uiteindelijk op een beheersbare manier hydrodynamische smering. Echter, als ik de smeerfilm niet intact laat, dan gaat op een gegeven moment, als ik niet meer nasmeer, gaat de smeerfilm verouderen. Die gaat weglopen, wegdruppen.
En die gaat dunner worden, dus de metaal op de loopvlakken komen wat dichter naar elkaar toe. En er is geen één loopvlak volledig vlak. Hè? Dus we hebben allemaal een ruwheid. Dus ik noem het altijd maar de Alpen en de Pyreneeën. En dan gaan die toppen elkaar gaan raken. En dan komen we in het gemengde smeergebied. En als we dan nog langer wachten, dan is die smeerfilm nog dunner geworden. En dan komen we in het grenssmeergebied. En dan gaat meestal het lage falen. Die smeerfilm, dat kan ook het gevolg zijn van een verkeerde viscositeit. De verkeerde dikte van de olie. Viscositeiten in de industriële olieën, dan hebben we het over de ISOVG. En daar heb je verschillende dikte in. En water is, heb je een viscositeit van 1. Nou, de eerste viscositeit van olie begint bij 2. Schenkstroop heb een viscositeit van 6,80. Dan heb je een beetje een vergelijk van dik en dun. Nou ja, voor hydraulische olie hebben we meestal hele dunne olieën. In een tandwielkast begint het meestal bij de 2,20. Bij een wormwielkast 4,60 of 6,80. Het geeft dus ook aan, onder de juiste omstandigheden, laat ik dat erbij zeggen. Hè. Bij de bedrijfstemperaturen van rond de 20, 40 graden is er helemaal niks aan de hand. Maar als ik zo'n motor dan weer in een vriescel zal hangen van min 40, komen er weer andere dingen bij. Maar wat we dan zien, het toerental, hoe hoger het toerental, hoe lager, of hoe hoger, of hoe dunner de viscositeit moet zijn, sorry. En hoe lager de toerental, hoe dikker de olie zou moeten zijn. En ook vervuiling, hè, die kan ervoor zorgen dat die smeerfilm wordt aangetast. Dus als we al gaan nasmeren en ik maak die smeernippel nooit schoon en het spuitkopje van mijn vetpistool nooit schoon, of ik heb een automatisch smeerunit erop en ik doe het maar bijvullen zonder voorzorgsmaatregelen, dan ben ik dus allemaal vervuiling aan het toepassen, waardoor de schade gaat ontstaan. Want als we weten dat de smeerfilm, om die loopvlakken gescheiden te krijgen, is, dan praten we over muus. Dat is 1 mu tegenwoordig bij de nieuwste uitvoeringen bij de lagers. In het verleden was dat 1 tot 5 mu. Als je weet dat het menselijke oog pas bij 40 mu iets kan zien, dus dan is die smeerfilm eigenlijk maar minimaal nodig om die loopvlakken te scheiden, wat we met het blote oog niet kunnen zien. Dus controleer ook daarom of het juiste smeermiddel gebruikt wordt. Check ook of de smeerintervallen en de hoeveelheid smeermiddel correct zijn. En bevat het smeermiddel vervuiling? Ja, gooi het dan maar weg. Beschimmeld brood eet je waarschijnlijk ook niet op. En controleer dan de afdichting. Slechte smering is verantwoordelijk voor ongeveer 36% van het lagers die vroegtijdig uitvallen. Als je daarbij 14% pakt van lagers die vroegtijdig uitvallen door vervuilingsproblemen van lager en smeermiddel, dan zit je op 50%, de aantallen worden al wat meer, dat zie je verhogen door de jaren heen. En eigenlijk kun je op een hele makkelijke manier dus geld verdienen door met het juiste smeermiddel, de juiste lage methodes en rein te werken, kan je een hoop geld verdienen. Want als je nou een lager gaat monteren, dan denk je, ja, misschien die zei ik het weer, maar dat loopt wel eens door de fabrieken heen en dan ligt daar een lager open en bloot in een stoffige omgeving. En die moet nog gemonteerd worden. Nou, dan hebben we er eigenlijk al voor gekozen dat dat lager vroegtijdig uit gaat vallen. Ook hoe ik hem monteer enzovoort. Maar ja, als we ook denken, vet is vet en dat maakt niet uit, ja, dan is dat een van de percentages van het vervroeg uitvallen van je lager. Oversmering, te veel smering. Hè? Ik heb hem net al benoemd. Als je op die fotootjes kijkt, dat we nooit het schild hebben eraf hebben gehaald en de voorraadkamer hebben gereinigd, dan zal het al gaan overstromen, om het maar gek te zeggen, en dat gaat je rood resultaat erin. En die hoeven niet gesmeerd worden, erger nog, dat willen ze niet, want dan gaan ze op kapot. Dus, wat gebeurt er? Te veel vet in een lager zal resulteren in extra warmteontwikkeling. En hierdoor zal de olie versneld van de verdikker gescheiden worden.
Dus die verdikker laat de olie los en de olie gaat wegstromen. Een vet bestaat uit een percentage, ik herhaal hem nog maar een keer, voor 75, maximaal 92% uit olie. Dus het grootste bestanddeel is olie, want dat verzorgt ook nog altijd de smering. En als je die weg laat lopen, dan zal het uitdrogen van het vet het resultaat zijn en uiteindelijk lage schade tot gevolg hebben. En dat uitdrogen van dat vet, ja, dat is die teerachtige massa. Maar ook kan het vet door de toenemende druk, door de afdichtingen geperst worden. En zo in de wikkelingen van de elektromotor terechtkomen. Oversmering kan dus niet alleen de levensduur van lagers bekorten. Het kan ook de wikkelingen van de elektromotoren beschadigen. En de motordeksels waarin de lagers zijn gemonteerd, zijn dusdanig van omvang. Daar heb je hem, die voorraadkamer waar ik het een paar keer over heb. Dat circa 3 tot 10 jaar probleemloos nagesmeerd kan worden. Maar de OEM'er, de toeleverancier, die heeft daar voorschriften voor opgesteld. En als we dat respecteren, dan komt het goed. Houd dus die door de fabrikant voorgeschreven smeerintervallen en smeer hoeveelheden aan. Kom ik straks nog op terug, maar op elk type elektromotor zit een plaatje gemonteerd. Waar het voltage, het amperage, het toerental enzovoort enzovoort. Maar er staat ook altijd wat op. Wat voor type lagen zitten erin, als het goed is? En wat zijn de smeerintervallen? Om de hoeveel uur moet ik hoeveel nasmeren? Als daar bijvoorbeeld op staat, er moet 30 gram vet toegevoegd worden na zoveel uur. En we gaan die elektromotor nasmeren, dan moeten we niet aan één kant direct die 30 gram er maar in proppen en dan aan de andere kant die 30 gram. Want dan gaan we die elektromotor pijn doen. Dus we moeten rustig het vet, dat moet altijd, tussen de 3 en de 5 seconden moet je de tijd voor nemen om die slag van het vetpistool te laten doen. En dan wacht je weer 3 tot 5 seconden dat het vet zich ook kan verdelen. Want je moet hem altijd in een draaiende omstandigheid een elektromotor smeren, niet in stilstand. En dan doe je 5 slagen aan de ene kant en dan 5 slagen aan de andere kant. En zo doe je om en om de elektromotor eigenlijk geen pijn te doen en de juiste balans te houden. En dan smeer je op de juiste manier. Ondersmering kan ook, hè. Dan verstaan we dat er te weinig gesmeerd wordt. Ofwel dat er te weinig smeermiddel in het lager aanwezig is. En dat resulteert in een dunner wordende smeerfilm. Waardoor de temperatuur in het lager zal toenemen. Daar heb je weer die smeerregimes, hè? Gemengd grenssmeergebied. En dit heeft uiteindelijk tot gevolg dat de olie die voor de smering moet zorgen, versneld uit de verdikker zal wegvloeien. Met ook weer uitdroging van het vet en uiteindelijk lage schade tot gevolg. Dus te veel is niet goed, te weinig is niet goed. Want één gemeenschappelijke delen, de temperatuur zal altijd oplopen met alle gevolgen van dien. Verkeerde keuze smeermiddel is ook een van de 5. Laten we om te beginnen een oude wijsheid maar uit de wereld helpen. Vet is niet zomaar vet. Want vet is een complexe combinatie van chemicaliën, basisolie, additieven en een verdikker. Dus ik zeg het altijd heel simpel. Ik heb olie en dan ga ik een verdikker aan toevoegen. Dus ik heb een bakje melk en dan doe ik wat mazeen erbij en dan wordt het een papje. Hè? Het is een beetje een kromme vergelijking, maar zo doen dus de olie- of de vetfabrikanten dat ook. Hebben een grote mengketel staan, die wordt gevuld met het percentage olie wat nodig is. En dan gaan ze de verdikker aan toevoegen. En die verdikker heeft als functie om de olie vast te houden. We hebben vet uitgevonden, omdat we onder andere door de open lagers enzovoort, bleef de olie niet in zitten, dan stroomde weg. En daar hebben we dus een soort skelet voor gemaakt. Dat hij die olie toch op zijn plek houdt in het lager. En lagers van elektromotoren hebben een smeermiddel nodig dat het beste past bij de karakter van die motor. En een verkeerd gekozen smeermiddel zal resulteren in een kortere levensduur van een lager. Productvermenging zien we ook heel veel gebeuren. Vetten worden gemaakt met verschillende soorten verdikker. Een lithium, een calcium, een polyhera, etc. Dus er zijn ook heel wat verdikkers, omdat er bepaalde toepassingen op de markt zijn gekomen die daarom vragen. Helaas zijn niet alle vetproducten met elkaar mengbaar. Zelfs niet als ze hetzelfde type verdikker hebben. Daarom is het van groot belang om gedurende de levensduur van een lager te smeren met hetzelfde product. Overschakelen naar een ander product kan wel,
Maar alleen als u zeker weet dat er twee verschillende vetten mengbaar met elkaar zijn. Ik heb dat al eerder benoemd. Een vet, welke verdikker, maar wat is ook de basisolie? En verdragen die oliesoorten elkaar wel en verdragen die verdikkers elkaar wel? En het niet mengbaar zijn van twee vetten kan onder andere leiden tot het afscheiden van de basisolie, slutsvorming en verminderde eigenschappen. Wat ook nog een beetje is, als je bijvoorbeeld de dikte van een vet, hè, dat is de NLGI-klasse, heet dat officieel, dan staat achter een merknaam, een productnaam, staat er altijd een getalletje. En dat is een 3 keer 0 tot en met een 6 heb je in de NLGI-klasse. En meestal als we handmatig smeren, staat er een 2'tje achter. Bij verticaal geplaatste elektromotoren, dan doen we een 3-vet toepassen. Dus dat is wat consistenter, wat dikker. Omdat de krachten, de aantrekkingskracht van de aarde anders is. Dus dat 3-vet is voldoende om op zijn plek te blijven zitten. Een 2 zal weglopen. Maar als ik een 2 en een 3-vet met elkaar ga vermengen. En ik denk dan maar weer aan vet is vet. Dan gaat er iets geks gebeuren. Want door de chemische reactie hou ik een 1-vet over. Dus ik hou een veel dunner smeermiddel over. Waardoor mijn smeerfilm niet meer intact is. Niet meer in staat is om de loopvlakken gescheiden te houden. Enzovoort. Dus ook die smering goed in de gaten hebben. Trillingen. Soms gaat een elektromotor op transport. Hè, meestal als die geleverd moet worden heb je dat al. Zonder dat de rotoras goed op zijn plaats is vastgezet. En hierdoor kunnen trillingen ontstaan die de lagers beschadigen waardoor de rotoras indraait. Dit kan ook gebeuren als een motor voor langere tijd stilstaat en aan trillingen wordt blootgesteld. Ja, en hoe zet je dan een lager vast voor transport? Zet de rotoras axiaal vast met een stalen strip in U-vorm. Belast tegelijkertijd het kogellager aan de niet-aandrijfzijde. Vervolgens moet je het lager aan de aandrijfzijde belasten met een riem. En in het geval van langere stilstand moet de as regelmatig gedraaid worden. Dus heb je enkele elektromotoren op voorraad in het magazijn staan en die blijven daar staan? Ja, je hebt overal trillingen. En als je dan denkbeeldig kan zien dat dat kogeltje wat bijvoorbeeld onderop hangt, elke keer om trillingen wordt blootgesteld, dan trilt hij er heel langzamerhand een putje in de buitenring of in de binnenring. En dan heb ik al schade voordat ik het elektromotor kan gebruiken. Vermoeiing. Ongeveer 34% van de lagers die vroegtijdig uitvallen, vallen uit door materiaalvermoeiing in het lager als gevolg van steeds wisselende belastingen op het lagere loopbaanoppervlak. Vermoeiing resulteert in uitbrokkeling van materiaal en uitval van lagers. Foute montage, zei ik al eerder, hè? Vaak gaat het al mis tijdens de montage van de elektromotor. Het komt wel eens voor dat er een hamer wordt gebruikt om een koppelingshelft of riempoelie op de as te monteren. Ja, en als we heel eerlijk zijn, dan moeten we zeggen dat kan niet. Want we hebben het spulletje al vermoord voordat het gaat werken. Ook wordt de motor vaak verkeerd uitgelijnd, waardoor riemen te zwaar gespannen of is er sprake van onbalans. En dit kan worden voorkomen door precisie-instrumenten te gebruiken tijdens het monteren, zoals bijvoorbeeld uitlijntools, microlog, trillingsanalyzer, ga zo maar door. En voor het monteren van lagers moet natuurlijk ook het juiste gereedschap worden gebruikt. Hè, tot binnen een diameter van rond de 40, 50. Dan heb je daar zo'n slagbussen-6 voor. Als je dat, en daarboven, ja, dan moet je eigenlijk een inductieapparaat gaan gebruiken. Foute montage. 16% van de lagers die vroegtijdig uitvallen, vallen uit door onjuiste montagemethode. Maar hou steeds in de gaten. Schoonmaken en smeren, dat is aan elkaar. Dus als ik het juiste smeermiddel of niet het juiste smeermiddel gebruik en ook niet rein werk, dan heb ik 50% te pakken. Dus als we het smeren en het schoonmaken serieus gaan nemen, dan hebben we al 50% winst. Onvoldoende belasting. Ja, je hoort het goed. Te weinig belasting kan ook leiden tot schade aan de lagers. Lagers hebben namelijk een minimale belasting nodig om hun werk goed te kunnen doen. Te weinig belasting leidt tot strepen op de loopvlakken en rollichamen. En dit kan worden voorkomen door zeker te stellen dat de externe belasting op de lagers voldoende is. Met name bij cilinderrollagers is dat belangrijk, omdat deze met name worden gebruikt door zwaardere toepassingen. Het geldt uiteraard niet voor volbelaste lagers, want die hebben we ook nog. Nou ja, voordelen van de juiste smering.
Wat levert je dat nou op? Want we kijken meestal alleen naar de kosten, maar ik zeg altijd, wat levert je dat nou op? Wat brengt het je? De productiviteit zal omhoog gaan. De bedrijfszekerheid, de beschikbaarheid en de duurzaamheid van je installaties. Inzetbaarheid van de machines, onderhoudsintervallen, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid. Dus als we dat serieus nemen, dan resulteert dat dus dat ik een veel betere, betrouwbaar machinepark creëer. Niet meer voor die verrassingen komt te staan dat er halverwege de dag een machine uitvalt. Dus het zal ook dalen in energieverbruik door lagere wrijving, omdat we die loopvlakken volledig gescheiden hebben. Warmteontwikkeling die zal dalen door een lagere wrijving. De slijtage zal veel minder zijn door lagere wrijving. Geluidshinder door lagere wrijving. Machinestilstand, bedrijfskosten, productvervuiling, kosten van onderhoud en reparatie, verbruik van het smeermiddel, corrosie. Ik zie dat er een vraag binnenkomen, kunnen we de sheets van de presentatie per mail ontvangen? Dan moet je helaas in teleurstellen, die bevoegdheid heb ik niet. Je krijgt nog een link toegestuurd en dan kan je hem nog een keer terugkijken. Dat is onze manier van doen. Ik zal zelf ook nog weer even een vraag tussendoor zien te stellen. Waardoor vallen nou de meeste lagers vroegtijdig uit? Er waren vier mogelijkheden. Het hoogste percentage dat valt eigenlijk uit. Ja, ik praat niet in mijn eigen straatje, maar die smering, hè. Als we dan toch bezig zijn. Ja, wanneer maak je nou een montagefout? We gaan nog heel even door, hè? Want voor het behoud van een elektromotor is het van groot belang dat we dus ons vasthouden aan de volgende regels, hè? Kort samengevat. Gebruik ik wel het juiste product, in de juiste hoeveelheid, met de juiste frequentie, met het juiste gereedschap, in de juiste machine, dan doen we het goed. Die type plaatjes, ik had het al beloofd, hè, daar zal ik nog op terugkomen, maar hier zie je een voorbeeld van een paar type plaatjes. En dan staat er uiteindelijk op, ja, wat voor type lagen zit er nou in, wat voor type smeervet moet er nou mee nagesmeerd worden, en wat is de frequentie daarvan, om de zoveel uur, zoveel gram vet. En meestal is dat dan zo, dat je de inhoud van het lager in één keer vernieuwt. Als je elke dag een lager 1 grammetje vet toevoegt, wat gebeurt er dan? Dan zal dat oude vet het nieuwe vet niet opnemen. Dan moet je minimaal 10 gram toevoegen. Tussen de 8 en de 10 gram. Dan pakt hij hem. Maar uit de praktijk weet ik gewoon, als je dit aanhoudt, dan zit je goed. Maar vergeet niet, heb ik die vetuitloop? Heb ik die vetuitloop met een klep, zet ik die open, vergeet ik hem ook niet dicht te zetten. En als ik in die schilder dat voorraadkamertje heb, dat je ook met een bepaalde frequentie die schilder weer schoonmaakt en leegmaakt. Nou ja, hier heb ik een doorsneefoto, hè, van een elektromotor. Daar zie je heel duidelijk de rotor, de stator, de lagers, hè, de waaier aan de achterkant, de uitgaande as. Hier aan de linkerkant heb ik een doorsnee gemaakt van een smeernippel. En aan de onderkant een uitloopmogelijkheid. Dus als ik voordat ik ga smeren, zal ik eerst die plug eronder uit moeten halen. Dan kan ik de hoeveelheid nasmeren. En als ik klaar ben met smeren, dan wacht ik tot het voldoende uitgestroomd is. En dan draai ik die drainplug er weer in. Dan hou ik het vet binnen. En ik heb er ook voor gezorgd dat er geen overdruk ontstaat. Hier aan de linkerkant zie je een lager, ja, die heeft geen uitloopmogelijkheid. Dus die zal het vet naar het voorraadkamertje brengen, wat wel eens leeggehaald moet worden. We kunnen kiezen handmatig te smeren, dus afbeeldingen van de vetspuiten. We kunnen het automatiseren. En ik heb er bewust ook wat van die single point potjes bij gezet. En dan zeggen we, joh, is lekker goedkoop, zetten we erop. Het nadeel van die potjes is, als je motor geen 24/7 draait, en hij staat tussen tijd stil, dan zal dat potje vet af blijven geven. Ook wanneer er totaal geen behoefte aan is. Dus ga je automatiseren, wat hartstikke goed is hoor.
Maar zorg dan wel dat dat automatische smeertoestel gekoppeld zit aan je PLC. De machine slaat af, gaan wij ook niks geven. Zorg ervoor dat er met een nieuw lager of een gereinigd lager begint met vers vet. De leidingen die aan dat smeersysteem zitten gevuld zijn voordat je op gaat starten. Want ja, je komt onderweg ook nog wel eens tegen dat ze een automatisch smeerunit hebben geplaatst, alleen de leidingen niet hebben gevuld. Dus dan is nog die elektromotor vroegtijdig gefaald, omdat hij uiteindelijk geen vet heeft gezien. Maak ook afspraken met het revisiebedrijf. Als er bijvoorbeeld een smeerleidingje of een pijpje aan het smeerpunt is toegevoegd, is het lager afgevuld met het vet wat je gebruikt. En zit dat pijpje dan ook afgevuld. Want je komt onderweg ook nog wel eens tegen dat we dat niet in de gaten hebben en we doen een hoeveelheid vet erin. En na 3 smeerbeurten is nog het lager kapot omdat het vet weg is, omdat we enkel het pijpje hebben gevuld. Dus hou daar ook alsjeblieft rekening mee. Ik ben eigenlijk aan het einde gekomen. Ik wil nog gelegenheid geven voor vragen te stellen. Ik zal heel weer even van beeldscherm veranderen. Ik hoop in deze korte tijd dat ik u iets wijzer heb kunnen maken over smering van elektromotoren. Waar is nou de meeste uitval, waardoor gebeurt dat? Waar hebben we rekening mee te houden? Ook met die komst van de frequentieregelaars. Het enige waar je ook nog over na kan denken, hoe kan ik nou monitoren of ik wel voldoende vet toevoeg? Nou, je hebt natuurlijk trillingsanalisten. En die doen een hele goede job. En dat kan je tegenwoordig ook uitbreiden door ze continu 24/7 te monitoren. Er zijn allerlei systemen voor. Je kan ook zeggen, ja, ik ga een ultrasoonapparaat aanschaffen. En ik ga beluisteren of mijn lager voldoende vet heeft. Of dat die behoefte heeft aan smering. Dus er zijn diverse dingen die u ter dienste kunnen zijn om te zorgen dat uw toepassing een zo lang mogelijk leven krijgt. Maar het begint al. Weet ik welke elektromotor ik ga gebruiken voor welke toepassing? Klopt mijn lagering dan wel? Kan die toer aan? Kan die belasting eraan? Wat voor smeervet moet er nou in? Met welke verdikker en welke basisolie? Werk ik rein? Als ik hem lager monteer, hoe monteer ik hem? Dus ja, alles bij elkaar zijn er wel diverse factoren waar je rekening mee moet houden. Dat zijn net mensen, hè? Als er verder geen vragen zijn, dan wil ik u heel hartelijk danken voor uw aanwezigheid en uw belangstelling. Er komt vrijdag heb ik nog een webinar en volgende week maandag ook in samenwerking met NVDO. Dus ik kijk er al naar uit om u weer te mogen ontmoeten. Wilt u alstublieft ook nog gebruik maken? Dus ik krijg straks de gelegenheid om een evaluatieformulier in te vullen. Het zijn maar 4 vraagjes. Vul ze alsjeblieft in. Help mij ook. Wat ging er goed? Wat zou er beter kunnen? Daar komt het eigenlijk op neer. Straks krijgt u ook nog een beeldje als ik afsluit dat je nog een kennisposter bij ons eventueel kan bestellen. En die is gratis, daarom durf ik dat nog te benoemen. Ik zal heel even opzij gaan, ik heb hem hier op mijn deur geplakt. Dat is een tribologische poster. Daar staan die smeergezien op uitgelegd, wat ik net zei. Grenssmering, gemengde smering, hydrodynamische smering. De streetback-curve staat erop. Er staan de verschillende tabellen op over de viscositeiten, de NLGI-klassen, maar ook hoe neem ik een rein oliemonster, enzovoort, enzovoort. Hartstikke interessant ding. Grote poster, leuk voor in de werkplaats of op kantoor. En hij is gratis. En ik zeg altijd, ik ben gek op gratis, dus neem je voordeel van. Nogmaals, heel hartelijk dank dat u in zulke grote getalen ook aanwezig bent geweest. Ik zie nog wel een vraag even binnenkomen van iemand. Je sprak over de toepassing van een stroomgeïsoleerd lager op de niet belaste zijde van de motor. Er wordt ook wel eens geadviseerd om voor beide zijden een geïsoleerd lager te plaatsen. Dat klopt. Daar zijn de omstandigheden dan ook naar. Ik zie nog een vraag van jullie gebruiken toch vet met een Teflon hierin. Waarom is dit zoveel beter? Nou, dat zijn wij niet. Ik weet wel dat een collega van ons, het SKF, heeft hier weerstand op. Teflon is een vaste smeerstof. Een vaste smeerstof, ik kan dat nog wel even uitleggen of proberen uit te leggen. Een vaste smeerstof gaan wij inzetten bij toerentallen die lager als 10
omwentelingen per minuut zijn. Want ik heb een paar keer heel mooi gezegd, hydrodynamische smering, dat smeergebied moeten we hebben, dan hebben we volledige loopvlakscheiding. En dat klopt ook, maar het is niet in alle omstandigheden te bereiken. Dus onder de 10 toeren, dan gaan wij gebruik maken van vaste smeerstoffen. Wat zijn vaste smeerstoffen? Nou ja, grafiet kent volgens mij iedereen, dat is een vaste smeerstof. Een verrijking erop is molybdeendisulfide, maar ook bijvoorbeeld Teflon. Teflon is beschikbaar voor een bepaalde toepassing, bij hele lichte toepassing. Dus die Teflon, dat is belastbaar tot 10 newton per vierkante millimeter. Als je molybdeen daarnaast zet, die kan tot 5000 newton per vierkante millimeter dragen. Dus Teflon is geen wondermiddel, maar voor bepaalde toepassingen een hulpmiddel. Ik zie dat er nog een vraag van, heb je 5 posters? Ja, je kan ze zo bestellen. Als ik afsluit, krijg je een minuutje te zien. Hoe heb ik hem genoemd? Wil je kennis hebben of wat dan ook, kennis aan de muur? Daar kan je hem straks op bestellen en dan kan je ook het aantal aangeven. Geen vraag, maar een opmerking. Ja. Nou, voor de rest zie ik, en anders mijn excuses daarvoor, zie ik geen vragen binnenkomen. Nogmaals, heel, heel hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid. En ik hoop tot een volgende keer. En ik wens u nog een hele fijne middagavond. Nou, dat zal wel lukken met dit weer, denk ik. En tot de volgende keer. Fijne dag, tot ziens.